Voor DVS TV de analyse met de beide trainers, Dirk van der Plas van Quick Boys en Bert van Hunestein van DVS. Allereerst Dirk, eerste helft, daar zat je behoorlijk mee in je maag, denk ik. Ja, natuurlijk. Dat, als je met 3-0 de rust ingaat, dat is natuurlijk niet, niet fijn. En we zijn gewoon in de val gelopen eigenlijk bij de tegenstander. Ze lieten ons het spel maken. En na fout, na balverlies van ons, kwamen ze radarsvlug uit. En daar hebben ze wel ideale spelers voor, moet ik zeggen. Maar hadden jullie daar geen rekening mee gehouden dan? Ja, op zich wel. Maar goed, als ze ons aan het spel laten maken, dan is het natuurlijk belangrijk dat wij niet makkelijk balverlies leiden. Hè? Dat er geen onnodig balverlies leiden. Hè? Want vandaar dat kunnen ze snel schakelen. Kijk, ze laten ons aan de bal en wij hebben centraal verdedigers die ook graag in willen dribbelen, in willen voetballen. En dat zit gewoon ook in hun DNA. Uiteindelijk is het gewoon lastig om dan gewoon achterin te blijven. Dan. En wat moeten we dan? Zij laten ons aan de bal, klaar. Ja, precies. Met de rust was het eigenlijk al beslist, min of meer, Bert. Hoewel jij natuurlijk altijd weer even de zaak wil begeleiden zoveel mogelijk. En ze bij de les wil houden. Maar het was wel een eerste helft om te zoenen. Ja, en ik wil een compliment ook geven aan onze analist, Freek Witteroot, die een hele belangrijke rol hierin heeft gespeeld. We hebben wedstrijd van Quick Boys tegen Hoek geanalyseerd natuurlijk, videobeelden erbij, donderdag alles laten zien. Ja, en dan zie je gewoon dat de backs van Quick Boys heel erg hoog opgaan. Nou, twee snelle jongens van ons tegen twee centrale verdedigers van Quick Boys kan kassa zijn. Nou, en dat moet je met steekpasen moet je wegzetten en dat hebben we uitstekend gedaan. En, maar we weten ook, bij 3-0 ga je de rust in. Nou, dan weet je ook, Quick Boys gaat op jacht naar die 3-1. Gebeurt dat, dan gaat het publiek erachter staan van Quick Boys en dan wordt het rommelig en noem maar op. Dus gezegd, eerste kwartier na de rust, zo lang mogelijk die 0 houden en dan krijg je weer grip op de wedstrijd. En zo is het ook gegaan. Ja, compliment aan de analist, dat is heel erg leuk. Maar jullie hebben het zelf ook gewoon heel erg goed uitgevoerd, hè? Ja, de groep heeft zeer gedisciplineerd gespeeld. Als je me hebt horen coachen, was dat ook hetgene wat ik het meeste riep. En de rust bewaren. We hebben jongens die heel gretig zijn, graag die bal willen hebben. Het zijn een stel jonge honden, daar waar die ballen willen ze erop duiken. Nou, ik heb nu gezegd, een keertje niet doen. Je moet leren van wedstrijden die je voorheen hebt gespeeld tegen Quick Boys. Dan kregen wij alle complimenten. Nu hebben we Quick Boys zelfs hier bij ons thuis het spel laten maken, omdat we dachten dat we daar het succes konden halen. Ja, inderdaad. Nou, tweede helft. Ik had het idee de eerste 5 minuten van, nou, er is flink gesproken in de kleedkamer en nu gaat de druk erop. Ja, natuurlijk probeer je zeg maar wel zo snel mogelijk die 3-1 te maken. Hè? Misschien gebeurt er dan nog wat en krijg je toch wat angst in de ploeg bij DVS. Maar ik denk dat we hebben het wel geprobeerd. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, we hebben ook te weinig stootkracht laten zien, denk ik. En we kwamen er niet echt doorheen en dan was het duidelijk dat het, in ieder geval voor mij was het duidelijk van, nou, weet je, er zit niet heel veel meer in vandaag. Het enige wat je jouw spelers in de tweede helft zou kunnen verwijten, dat is dat ze even wat te makkelijk buiten spel stonden. Of dat de paas net te laat aankwam, waardoor buiten spel gestaan werd. Behalve dan die ene van Benjamin Roemion, die was denk ik niet buiten spel, hè? Nee, maar goed, weet je, je staat vaak scherp en de grensrechter die doet zijn werk op dat moment. Maar de tweede helft gaan we zeker nog analyseren, want dat vind ik wel. De tweede helft moet je publiek belonen met meer doelpunten, want alle ruimte lag er. Alle kansen hadden we om dat goed te doen. En dat hadden we beter moeten en kunnen doen, want dan is zo'n wedstrijd helemaal op slot. Maar ja, weet je, ik word als zeer kritisch ervaren altijd en zo blijf ik ook altijd. Maar ik wil nu echt een groot compliment maken aan de groep om de uitvoering, hoe volwassen ze dat gespeeld hebben. Want we hebben ook wel eens het verwijt gekregen in grote wedstrijden, dat we er niet als echte jongens konden staan. Nou, bewijs is nu geleverd dat we dat wel kunnen. Precies, hartstikke mooi. Quick Boys, twee nederlagen achter elkaar. Dat is werk aan de winkel. Ja, dat is zeker werk aan de winkel. Want een lange blessurelijst, hè. Dat is ook voor de medische staf die kan aan de bak. Het zit ons gewoon even tegen, denk ik, nu. Het heeft ook wel ons meegezeten. En zo gaat dat gewoon, denk ik, het hele seizoen door. Het zou ook zomaar 1-1 kunnen zijn. Ik weet niet of jullie die op beeld hebben. Het zou kunnen zijn, hij is afgekeurd, maar dan is het misschien alweer een heel andere wedstrijd. Dus dan zit het op dat moment ook een beetje tegen voor ons. Maar goed, aan de andere kant, DVS heeft kansen genoeg gehad. Hij had ook eerder al op 2-0 kunnen komen. Ja, weet je, het is gewoon een wedstrijd waarin we in de val gelopen zijn. Waarin zij gewoon heel goed met hun kwaliteit voorin gebruik gemaakt heeft van onze ruimte achter de laatste linie bij ons. Ja, ik wil ze daarbij feliciteren. En wij gaan gewoon weer proberen om die positieve vibe terug te krijgen. En de eerstvolgende wedstrijd moeten we daar gewoon met z'n allen weer voor gaan. En, weet je, het is wel lekker dat je gewoon
de komende wedstrijd het alles weer recht kan zetten. Natuurlijk, de achterstand qua punten is opgelopen. Maar onze voornaamste zorg is zo snel mogelijk weer die positiviteit terug te krijgen in de groep. Oké, namens DVS TV en al het publiek hier wens Erik Assink al het beste toe en beterschap en sterkte daarmee. Ja, nou goed, ik denk dat hij het wel ziet, dit interview, dus hij zal het ten harte nemen. Ja. Goed, bedankt. Ja, oké. Bedankt, Bert.